Veel mensen die slecht slapen, die staan eigenlijk altijd aan. Die hebben last van spanning, stress of angst. En dat komt allemaal door het autonome zenuwstelsel. Het bestaat uit twee delen, het parasympathische en het sympathische deel. Het sympathische deel is waar je pupillen groter worden, je spieren zich aanspannen, je gaat zweten, klaar om te vluchten of te vechten. En het parasympathische deel, dat is waar je rust ervaart, je jezelf veilig voelt. Allebei zijn belangrijk. Het is niet alsof de een slecht is en de ander goed. Je hebt ze allebei nodig en een balans is belangrijk. Maar veel mensen zitten dus overwegend in het sympathische deel. De ademhaling kan je zien als de dirigent van je autonome zenuwstelsel. Door bewust, traag en met name de uitademing te verlengen, zorg je ervoor dat je je lichaam bewust naar het parasympathische deel kan toebewegen. Dus waar je lijf wellicht al voor een hele lange tijd hoog in de ademhaling zit, een hoge hartslag hebt, kan die ademhaling een natuurlijk middel zijn om jezelf tot rust te krijgen en de rem van spanning en stress die ons niet in slaap laat vallen, weg te halen en zo een rustige nacht te ervaren.